In de vorige aflevering. Pakken. Ja, pak maar. Okay. Ja, vas-y. Moet je zeggen? Okay. Just one? Four. Oké. Bonjour. Nou, ik... L'eau, non, vous la payez pas? Is voor mij. Oh, jij kan wel goed stokbrood bestellen. Ze gingen vragen of dat dit water, dat hebben we net gekregen, want we gingen er net mensen uitzwaaien. En ja, dat hadden we dus gekregen. Toen gingen ze daar moeilijk over doen, maar ja, er stond nog een andere Nederlander achter ons en die had al gezien dat het van ons was. Dus we gingen even in het Frans een beetje uitleggen zo. Dus was waar, 10 kilo water, va. Ja. Ja, dat was leuk hè. Ging ik ook een gekke salto weer maken. Maar ja, we gaan nou uit eten. Of als er niks te vinden is. Ik zit echt met mijn haar te kutten, maar lang niet uit. Als er niks te vinden is. Wat gaan we dan halen, Timo, als er niks te vinden is? Misschien. Pizza, jongen! Oh, godverdomme. Timo, vieze lap. Weet je wat mijn Ja, dat is leuk. Pizza! Timo ziet weer chips. Timo. En ja, dit is dus al de vierde pizza in 2 weken. Lekker bezig, of niet Timo? Jij? Ja, ik ja, lekker bezig. We gaan weer zwemmen, zoals je kan zien. Het is weer avondzwemmen, dus wordt leuk of wat? Of niet Timo? Ik heb een rug gelaten. Nou jongens, de lijn is er weer. Wij hebben hem nog niet verneut, zeg maar. Maar andere mensen hebben hetzelfde idee als wij, om dat dus lekker wel te gaan doen. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down.
is grown. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.